mensen, welkom op Revibes. Mijn naam is Angelique. Voor de mensen die nieuw zijn, welkom. Ja, ik ga zo meteen beginnen met een nieuwe Twin Flame reading. En daarbij ga ik kijken naar de vrouwelijke energie en naar de mannelijke energie. Kan ook door elkaar gaan, dus ik zeg de mannelijke en de vrouwelijke, maar pik voor jou wat resoneert. Ik ga er niet te ver op in. Want dat moet je voor jezelf eventjes bekijken. In ieder geval, wat ga ik doen? Ik ga een legging doen waarbij ik in de mannelijke of de vrouwelijke energie ga kijken wat jouw gevoelens zijn. En bij de mannelijke energie wat zijn gevoelens zijn. En een beetje de verdieping in waarom en wat Spirit eigenlijk zegt van een connectie. En wat eventueel de uitkomst is als jullie het advies van Spirit opvolgen. Hij heeft natuurlijk iedereen een eigen wil, hè? Dus laten we dat wel voorop stellen. Maar in ieder geval kunnen we wel eens kijken wat de energieën zijn. En ik wil natuurlijk, dat vergeet ik soms, iedereen bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd op mijn kanaal. Ik ben jullie natuurlijk heel erg dankbaar. En ik heb net de 888 actie achter de rug. Ik heb de verloting gedaan. En mensen waren zo enthousiast. En ja, dat ik zoiets had van, ik ga toch weer één doen. Maar niet één, maar twee. Dus bij 1000 abonnees, en ik ben er bijna, maak ik kans op dit deck van Beyond Lemuria. Prachtig deck met mooie inzichten en super mooie kaart. Echt een aanrader. En ik ga bij 11.11 ga ik weer readings verloten. Dus mocht je daar kans op willen maken, meld je aan, abonneer, kost je verder niets. En laat me weten wat je graag wilt. Of een reading of eventueel het deck. In ieder geval ga ik beginnen met mijn eigen deck. De Twin Flame Love Oracle. We gaan eens kijken wat de energieën daarvan zijn. En dat kan de mannelijke of de vrouwelijke energie zijn. Dus pik wat voor jou resoneert. En laat los wat niet resoneert. Niet iedereen loopt, wat ik al zei, loopt op hetzelfde pad. Mocht je geïnteresseerd zijn in andere Twin Flame readings die ik heb gemaakt, ik heb een mapje en daarin staan dus eigenlijk meer readings. En kijk wat voor jou goed voelt, waar jij in zit. Ze zijn tijdloos, dus dat is altijd wel mooi natuurlijk. En mocht je een persoonlijke reading willen, meld je kijk naar mijn e-mail of zoek mijn e-mail op en stuur een mailtje. En dan, als eerst heb ik hier mask. Ik heb soms een beetje spraakgebrek. Een masker. Iemand draagt misschien een masker in het echtheid van zichzelf. Krijg ik door naar iemand toe. Of iemand draagt een masker om zijn of haar gevoelens te verbergen. Maar we gaan eens verder kijken. Sadness heb ik hier. Karmic. Cycles. En inner grow. Nog één kaart graag. Unwrap denial. Okay. Het kan zijn dat iemand in een karmische relatie zit of heeft gezeten. En iemand is heel erg verdrietig. Ik heb hier nog een mixed feelings en message. Wat ik hier zie, zijn iemand heeft waarschijnlijk een cycle door moeten gaan in zijn of haar leven. En daarmee bedoel ik dat iemand een relatie heeft of heeft gehad of er nog in zit.
waarbij diegene moest groeien. Groeien in die zin om de gevoelens die diegene heeft te aanvaarden. Om zo, gevoelens die diegene heeft ook te laten zien. Of te voelen wat ik hier zie. En het kan voor één van jullie heel erg pijnlijk zijn geweest. Want het kan zijn dat diegene waarmee, of iemand die die karmische relatie heeft, een masker heeft gedragen. En dan bedoel ik niet een masker dat diegene geen gevoel heeft, maar... Of in ieder geval dat hij voor de dat diegene voor de buitenwereld eigenlijk een masker droeg. Dat diegene heel gelukkig was. Terwijl diegene met gemengde gevoelens liep of loopt. Het kan zijn dat er communicatie is geweest of dat de communicatie aankomt. Ik ga eens vragen voor jullie. Waar jij staat in deze connectie. Waar staat een vrouwelijke tweede ziel in deze connectie? Wauw. Ik heb hier de Nine of Cups. Heel liefdevol. Spiritueel. En stabiel. Of stabiel. Maar in ieder geval veel emoties. En ook klaar om eigenlijk iets aan te bieden. En wish fulfillment. De Nine of Cups. Zo sta jij erin. Zo voel jij je over deze connectie. Ondanks dat je misschien verdrietig bent, maar dat kan ook de mannelijke energie zijn. Voel jij dat er heel veel liefde is en dat er heel veel potentieel in kan zitten. Maar wat is hetgeen wat het tegenhoudt of wat blokkeert jou? Dit is dus wat je innerlijk voelt. Voor diegene. Wat is de blokkade? Ik heb hier de Queen of Pentacles. Normaal is dit een hele stabiele en betrouwbare vrouw. Die het is een energie. Betrouwbaar en de zaak is goed op orde heeft. Financieel en ja, qua denken, maar ook gezinsgebaseerd. En ik heb hier de Five of Pentacles. En dat is onbalans. En wat mij dat zegt, dat het kan zijn dat het innerlijke kind jou eigenlijk tegenhoudt. Of het, wat jij hebt meegemaakt in het verleden, is wat jou tegenhoudt. Dus dat zijn donkere stukken die jij nog met je meedraagt. Dat is een blokkade. En dat kan dus met vroeger te maken hebben. En de Queen of Pentacles is normaal gesproken natuurlijk een hele mooie kaart. Alleen het is je blokkade. Dus het kan zeggen dat jij... die kracht van de Queen of Pentacles eigenlijk een beetje kwijt bent. Of weer zou moeten oppakken. Ik ga eens vragen voor de mannelijke energie.
Wat mag ik daarvan weten? Wat staat die in de connectie? Een innerlijk. Je mist een beetje die stabiliteit. De Two of Swords. En de King of Swords. En de, wauw, Queen of Swords onderop. Hij kan een beetje. Dit is een leider. Dit is iemand hoe die erin staat. Het is een zwaarde energie. Is iemand die veel weet. Dus intellectueel heel geleerd. En weet ook waar diegene het over heeft. Maar hij is in. Het kan dat diegene cool overkomt. En dat heeft dus alles te maken met dat masker. Dat is zijn energie. Hij draagt een masker. Want hij laat niet zien wat hij eigenlijk voelt. Hij kan een beetje cool overkomen. Het kan hard van tong zijn. En dat voelt hij op dit moment over de connectie. Dat het een. Ja. Hij luistert eigenlijk naar zijn verstand en naar zijn intuïtie. En dat zie ik hier ook. Ik moest eventjes. Dus hij is heel erg met verstand bezig en eigenlijk niet met zijn gevoel. En daardoor voelt hij en uitte zich ook met het masker. Dus mensen zien hem en de connectie voelt voor hem op dit moment of laat hij niet zien. En dat voel ik, want hij laat eigenlijk niet echt ook zien. Hij blokt zichzelf. Zijn energie is geblokt en vandaar het masker ook. En mixed feelings. Dat hij zich niet durft te openen. Omdat hij alleen maar met zijn verstand bezig is. En niet met zijn gevoel. Zo staat hij erin. En terwijl jullie het tegenovergestelde hebben. Jullie, ja, dat is wel heel apart. Ik ga vragen, wat is zijn blokkade? Nou, ik zie eigenlijk al wat zijn blokkade is, maar... Hoe hij nu voelt over de connect is dat hij niet goed een keuze kan maken. Omdat hij alleen maar eigenlijk met verstand bezig is en niet met gevoel. Ik moet natuurlijk wel eerlijk zijn. De Three of Cups, blokkade, ja. Het kan zijn dat er een third party is, dat er meerdere mensen in het spel zijn. Of dat hij misschien te veel feest. Maar er is wel emotie, alleen dat het blokt hem eigenlijk ook. Dus hij, wat ik hier al zag met die masker, Hij blokt zijn gevoel naar jullie toe. En zo staat hij er ook in. Dus hij laat jullie het niet zien. En vandaar dat jullie ook verdrietig zijn waarschijnlijk. Hoe denk jij hoe de situatie zit? Vrouwelijke energie. Hoe denk jij hoe de situatie zit tussen de tweelingziel en jou? Justice. Geheimen. Paranormale relatie, hartstochtelijke, diepe verbintenis, de Empress. Ja, wat ik al zei, voelt u eigenlijk wel goed in deze relatie toen jullie bij elkaar waren. Dus jij voelt echt met gevoel. Jij voelt hoe het is. En daarmee denk jij dus dat het een hele liefdevolle verbintenis is.
En wat denkt de persoon? Hoe deze connectie zit. Weer een king. Alleen dan de king van coins. Een leider weer. De koningen zijn altijd leiders. Die hebben veel geleerd en die hebben veel levenservaringen opgedaan. Dus hoe hij het ziet is wel een stabiele relatie. Of in ieder geval connectie. En de koning van munten is wel iemand die slecht over, of slecht, maar moeilijk over gevoelens kan praten. Dus zo staat hij erin. Dus hij weet van zichzelf dat hij moeilijk liefde kan uiten. Het is wel een betrouwbaar iemand. Maar dit is ook een man die graag de controle over zijn eigen leven wil houden. En daarom veel met verstand denkt. En hij heeft wel gevoel, maar hij laat het niet zien. En dat zag ik hier natuurlijk. Hij blokt zichzelf. En dat kan ook komen omdat er iemand anders in het spel is. Het kan een steenbok zijn, een stier of maagd. En ik zie hier waterteken, lucht, tweeling, weegschaal of waterman. Jullie energie zie ik veel cups, dus vissen, schorpioen of kreeft. En ook stier, steenbok of maagd. En in ieder geval, ga ik kijken wat ik mag weten, hoe het echt zit en de advieskaart. Strength. Veel passie, maar ook, het kan ook ego zijn. Maar strength is vaak wel een hele mooie kaart. Een sterk commitment, gelijkheid. En wat is het advies? Oeps, wat een duivel. Keuzes. Er vielen te veel uit. Wat is het advies? Maar het. Dit kan dus een advies en dus een hoe het echt zit. Dus het kan ook zijn dat het ego is dus spelen. Ja, mag ik nog meer weten. De Seven of Pentacles. Ja, er zijn in het verleden. Dat is ook een advies. Dus er zou groei moeten komen tussen jullie. Om deze connectie weer tot stand te brengen. Dus er moeten plantjes worden gezaaid. En eigenlijk kracht moet daarbij helpen. Om dat dus eigenlijk weer. Ja, tot stand te brengen. Met de Chariot, ja, moeilijkheden overwinnen. Al hoe moeilijk ze ook zijn. Wat is aan zijn kant hoe het echt zit? Oeps. Er waren er heel veel. Of cups, hoe het echt zit. Veel liefde, zie. Alleen hij toont het niet. En de advieskaart. Judgment. Wauw. Judgment is karma. Liefde uit het vorig leven. En eigenlijk moeilijkheden ook weer overwinnen. Eigenlijk een nieuw leven. Dus het advies van Spirit is eigenlijk een heel nieuw pad in te gaan. Van zijn kant. Opnieuw beginnen voor de liefde. En eigenlijk elkaar weer vinden. Na een ja.
of elkaar weer hebben gevonden na een karmische strijd, die cycles, wat ik hier eigenlijk al zag. Maar dat er veel liefde is voor jullie, dat is duidelijk. En dat zegt Spirit ook. Dat wat hij niet zegt, dat ligt dat wat hij niet uit, wat jullie voelen, die Nine of Cups en die liefde, die jullie willen geven, wat hij eigenlijk blokkeert. Diep van binnen stormt er zoveel emoties. Nieuw begin, nieuw begin. Ja. Gewoon weer opnieuw beginnen. De strijd aan, eigenlijk achter je laten. En weer opnieuw de strijd aan te gaan. Wauw. En de Nine of Cups. Six of Cups onderop. Dus hij denkt heel veel aan je. Nou, voor jullie dus de strength, hoe ik netjes zit en als advies dus eigenlijk ook werk aan stabiliteit. Dit, in het normale tarot staat het ook voor een beetje ontevreden zijn met het resultaat. Maar wees wel blij, zegt Spirit, dat dit heeft moeten gebeuren. En werk ook gewoon door naar, kan financieel zijn of voor jezelf. Maar in ieder geval, ga door waar je mee bezig bent. En wees niet teleurgesteld van wat er nu nog niet is. Ik ga vragen wat ik mag weten over het feit hoe de energie is tussen jullie. Dan ga ik een ander deck voor gebruiken. Hoe is de energie tussen jullie? De Moon en de Nine of Cups, wat jij ook in je energie hebt. Ik heb dit echt vaak. Maar in ieder geval, ik kan er niks aan doen, lieve mensen. Maar in ieder geval, de Nine of Cups en de Maan. En de Maan kan verschillende dingen betekenen. Verborgen, geheimen of onzekerheid. Wel een hele verzorgende connectie, maar er kan van een van jullie heel veel vissen. Sorry, weer vissen. Veel emoties. Maar in ieder geval kan er ook onzekerheid zijn. Er is veel liefde, maar er is ook onzekerheid. En veel hartstocht. Zo is de verbinding tussen jullie. Wauw. Ik ga eens vragen van jullie kant wat de uitkomst is als jij het advies opvolgt. Van de kracht en de zeven van pentakels. Nou heb ik dat deck verkeerd. Nee, zo. Wat is de uitkomst van jullie kant als jij dat Eight of Pentacles of Eight of Cups? En de Three of Cups. En de Eight of Wands. En de Universe. Wauw. Het advies. En als dit opvolgt. Is dat jullie beiden eigenlijk hetgene. Vooral jij ook het verleden moet achterlaten. Een nieuwe toekomst ingaan. Om eigenlijk die commitment. Die jullie graag willen. Ook te krijgen. Met de Three of Cups. Dus feest vieren. Een gezellig samen zijn. Met vrienden. Of in ieder geval een fijne commitment. En de Eight of Wands, goede communicatie. Dus
dat is wat eigenlijk mogelijk is. Dus dat er een goede communicatie komt tussen jullie. En dat jullie elkaar misschien op een feestje of zo tegenkomen. Kan natuurlijk ook op een ja, noem het maar. Nou is dat natuurlijk in deze tijd vrij lastig, maar je weet het niet. Misschien kennen jullie dezelfde mensen waar jullie elkaar tegenkomen of collega's. In ieder geval iets waar jullie, als je het advies opvolgt, dat je elkaar waarschijnlijk weer ziet met divine timing. Maar jullie zouden wel dingen moeten achterlaten, is wat ik zie. Dus het verleden los moeten laten. Nu ga ik van zijn kant vragen. De tafel ligt vol kaarten. wat is het advies, of wat is de uitkomst? Als, ja, judgment staat ook voor eigenlijk elkaar weer opnieuw leren kennen. Dus, of ontmoeten. Ook die fijn. Oeps, timing. Wauw, de duivel en de magier. Aan zijn kant, dat is hele sterke energie. Dit is ook een beetje, kan gevaarlijk zijn, want de duivel en de magie kan betekenen dat diegene ook best wel heel goed weet hoe hij dingen moet manifesteren. Hij zegt niks, maar hij weet donders goed waar hij mee bezig is. Wauw. Maar dat er veel seksuele aantrekkingskracht van zijn kant is, is heel duidelijk. Tot het aan toxische toe. En dat, ik moet heel eerlijk zijn. En misschien vinden jullie dat fijn. Maar hij is aan het manifesteren. Dat zie ik gewoon. Misschien in zijn hoofd. Heel erg. En weet hij, weet hij nu hoe hij ook dingen moet manifesteren. Samen met de magier. De magier en de duivel. Ja, ik vind het ook wel weer of eng. Maar ja. De magier staat voor aantrekkingskracht. Voor alles manifesteren wat je wilt. Samen met de duivel. Dat zijn, je ziet het, dat zijn twee hele machtige personen. En het kan de goede kant en het kan de kwaaie kant op gaan. En kwaad wil niet zeggen dat het heel heftig is. Maar het kan zijn dat hij zoveel emoties heeft. Ja, opgeborgen, opgekropt natuurlijk. Wat je hier natuurlijk ziet. Dat als hij dat opvolgt, dat hij aantrekkingskracht van jullie gewoon zo sterk is. Jullie zitten weer in emoties. Dat had ik laatst ook. Dit is weer zo, dit is wel weer heel apart. Maar in ieder geval een hele heftige en aantrekkingskracht en sterke, ja, seksuele uitspatting. Ik moet het maar gewoon zo zeggen zoals het is, want zo voelt het voor mij. Als jullie, ja, dan is dat hetgeen wat er uitkomt. Ik ga vragen nog wat de uitkomst is als jullie bij elkaar zijn als koppel. Even, oeps. Wat is de energie als jullie bij elkaar zijn als koppel? Veel emotie. Ja. The Wheel of Fortune, the King of the Knight of Cups, the Two of Coins.
De Emperor. De Emperor staat voor een machtig persoon ook. De keizer, spiritueel leider, dominatie, trouw en eerlijk. Een eerlijke en sterke verbintenis. Oeps. En de Nine of Wands omgekeerd en de Nine of Wands. En de ster onderop. Ja, het kan wel zijn dat het voor diegene nog wel lastig is om over emoties te praten. Maar het is een hele vurige en eigenlijk geen saaie connectie. Er is altijd wel iets te beleven. In die zin veel passie, wat ik al zei. Veel vuur zie ik hier. Seksuele aantrekkingskracht. Als jullie bij elkaar komen. Maar dat zag ik hier al. In ieder geval... is het een hele levendige en stabiele, ja, relatie. Maar ook veel passie voor elkaar. Dat is wat ik hier heb. En wel na een moeilijke tijd eigenlijk weer. Er zouden wel moeilijkheden overwonnen moeten worden. Dat wel. En vandaar ook die Nine of Wands. Want die ligt er niet voor niks. Dus zullen echt wel stukjes van jullie beiden moeten worden opgelost. Tijdens de connectie, mits die dan natuurlijk komt, want dat is natuurlijk vrije wil voor iedereen, maar in ieder geval. Ik ga nog kijken wat ik mag weten wat van dit deck. En dan sluit ik hem af. I'm starting to understand our connection. Ja, nou, dat zag ik al inderdaad. Wauw. Maar als dat echt zo is, als hij weet... of het is jullie energie, hè? Dat kan natuurlijk ook. I want you. Ja, dat... dat zag ik. I don't react when people mention you. Dus het kan zijn dat mensen over jullie praten of in het verleden of dat er iets zijn. Maar hij houdt zich wijselijk stil. And I bury myself to forget you. Dus diegene werkt heel veel. Deze heb ik eerder gehad. En als het een King of Coins is, wat ik al zei, kan het een steenbok, stier of maagd zijn. Die zijn vaak natuurlijk wel harde werkers. Sometimes I stay awake to think about you. Oh, dat is wel lief. Ja, en hij heeft waarschijnlijk ook heel veel passie. Dus hij kan misschien ook niet slapen. Sorry. And you speak to me through music. Wow. And I know that I messed everything up. Oh, dat... ja, ik word er bijna ook emotioneel van. Dit is wat ik voor jullie heb, lieve tweelingziel. Of soulmate. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog. En dan hoop ik jullie snel weer te zien in een van mijn andere readings. Ja, en heel veel sterkte. En ik wens jullie natuurlijk al het goeds. En... ja, wat ik al zei, ik hoop jullie snel weer te zien in een van mijn andere readings. Doeg!